We gaan eerst ik zeggen naar de oorlog in dit geval in Libanon. Israël. Israël heeft namelijk een document gestuurd naar Amerika met voorwaarden of eisen waaronder het land die militaire operatie in Libanon zal staken. Meldt de Amerikaanse nieuwsuit Axios op basis van vier bronnen. In dat document staat onder meer dat Israël zou hebben geëist dat zijn leger, ja, zeg maar even actieve handhaving mag uitvoeren om ervoor te zorgen dat Hezbollah geen militaire infrastructuur kan herbouwen in de buurt van de grens of zich zal gaan herbewapenen en ook willen ze blijven vliegen boven uh, uh, Libanon. We gaan erover praten met onze buitenlandcommentator Bernard Hollenburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we weten dat er werd gesproken over, uh, nou ja, uh, Gaza en kan je daar misschien stoppen met oorlog voeren. Dat ligt al een tijdje stil en nu dus ook gesprekken over uh, Libanon. Uh, Zo'n wens lijstje naar Amerika sturen, is dat een gebruikelijke weg? Nou, in dit geval is het in afval niet onlogisch, omdat Amerika voortdurend zijn vaste Midden-Oosten-onderhandelaar door de regio stuurt, Ambos Hochstein, En die, die gaat nu weer naar uh, Libanon om daar met het demissionaire kabinet te praten. Uh -huh. Dus dat uh, de Israëliërs zeggen: Nou, wat ons betreft, als je daar gaat onderhandelen, neem dan ons wensenlijstje mee, dat is niet zo gek, lijkt mij. Nee. Nee, en is het een haalbaar wensenlijst? Nou, is maar even, wat staat erop? Die twee, ik noem al twee dingen. Dat, is dat het belangrijkste? Ja, nou, de, de Israël zegt: We willen uh, de mogelijkheid hebben om in Zuid-Libanon voor, voorlopig uh, de controle te houden. Mm -hmm. He, je weet, ze zijn daar de grens over gegaan. He, behalve dat bombarderen van Hezbollah is dat een van de belangrijke dingen. En, um, um, en, en ze willen. Het recht hebben om over Libanon te vliegen. Dat laatste vind ik een beetje koddig, want dat doen ze sowieso. Mm -hmm. Maar oké, okay, uh, dat begrijp ik wel. De kern, uh, wat hier aan ten grondslag ligt, dat, dat geeft ook iedereen toe. Is een resolutie die is aangenomen door de Veiligheidsraad in 2006. En dat is Resolutie 1701. En die, die komt er kort gezegd op neer. Dat, dat was, toen was er ook een oorlog tussen Hezbollah en Israël. En die is geëindigd met die resolutie. Uh, en daarin werd overeengekomen dat Hezbollah zich zou terugtrekken... tot, t, t, tot ten noorden van de litani rivier En die rivier die loopt ongeveer um, 30 kilometer... ten noorden van de Israëlische grens, parallel aan die grens. Dus het idee was, dan wordt Zuid-Libanon... Uh, daar is dan, zijn geen troepen van Hezbollah. Dat, dat kom, komt dan terug onder de controle waar het hoort, namelijk van Unifil. Dat is daarvoor gestationeerd in die regio, maar heeft wat dat betreft nooit echt zijn werk kunnen doen. En Hezbollah zou dan voor een deel ontwapenen. Dat is allemaal nooit gebeurd. Dus de Israëliërs zeggen, nou, die, die, uh, die, die uitvoering die. Die, die gebeurt klaarblijkelijk niet. Mm -hmm. Wij vinden dat nog steeds een redelijk uitgangspunt om, um, om een bestand te sluiten. Um, en uh, als, als, als uh, Libanon dat om de een of andere reden zelf niet kan of niet wil, mm -hmm. ja, dan moeten wij het maar doen. Uh, dat, uh, dat gaat stuiten op enorm verzet, omdat uh, iedereen roept: ja, maar dat is dan weer toch een soort van Israëlische bezetting. En daar moeten we nou echt eens mee ophouden met dat soort dingen. Maar op zichzelf begrijp ik de Israëlische uh, redenering wel. Ja, um, maar is het, is het haalbaar? Um... Nou, kijk, het, 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 het grote probleem is de zwakte van Libanon. Dat is, dat is echt een, een, een land, ja, het is wat, bijna wat we het noemen een failed state. Mm -hmm. Met al heel lang een demissionair kabinet dat helemaal niets kan en niets bereikt. Uh, het idee van Hochstein is om dat... Uh, leger te stationeren in dat zuidelijke gedeelte. Dus zodat de Israëliërs daar weg kunnen. Mm -hmm. En, en uh, samen met Unifil dan uh, de controle door het uh, Libanese leger wordt gedaan. Maar dat Libanese leger stelt ook bijna niks voor. En heeft bovendien altijd al de neiging gehad om zich te distancieren van de acties van Hezbollah. Mm -hmm. uh, die, die voelen wat dat betreft. Nou ja, laten we zeggen, het, 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 het seniori, sin, die was. Premier van Libanon tijdens die vorige oorlog in 2006 en is een van de architecten van die resolutie 1701. Ja. En die heeft pas geleden in een een New York Times interview: Gezegd. Het grote probleem is dat Libanon. en zeker de Libanese regering. en het leger. worden gegijzeld door Hezbollah. Ja. En zolang dat het geval is, ja. dan is er geen oplossing denkbaar. Ja. En ik denk dat hij gelijk had. Um, en uh, de, ho hoewel ik zal maar zeggen. de internationale gemeenschap. nooit akkoord kan gaan met het idee. dat Israël een soort van tijdelijke bezetting gaat uitvoeren. vind ik eerlijk gezegd. dat achter de hele redenering. toch wel iets Schuilt. Ja, maar die meneer Hofstein die heeft een onmogelijke uh, taak, dus daar. Nou, zeg dat is het, het, het ongelofelijke ja. en een ijzeren doorzettingsvermogen. Um, want hij is ook wat Gaza betreft voortdurend heen en weer gereisd en in deze kwestie ook. Hè, mm -hmm. uh, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties een paar weken geleden heeft Amerika samen met Frankrijk een soort van. Um, ja, gevechtspauze voorgesteld uh -huh. van 21 dagen... waarin ze over dit soort dingen konden praten. Daar zat ook deze man weer middenin. Dus ja, die is voortdurend bezig met een beetje vechten tegen de bierkaai... en het incasseren van te tegenvallers. Maar dat is nu eenmaal het vak ja. van zo'n bemiddelaar. Ja, maar snel een, uh, een oplossing voor die situatie verwacht jij niet? Nee, nee. Ik, ik verwacht niet op het, op het moment dat alle partijen het erover eens zijn. En dat zijn ze eigenlijk. Dat die resolutie best een goed uitgangspunt is voor een bestand. Dan ben je wel een eindje. Mm. Maar je moet ook wel aanknopingspunten hebben om het uit te voeren. Ja. En Hezbollah, ik zie Hezbollah niet verdwijnen tot uh, ten noorden van die Litani Rivier. En ik zie ze ook niet stoppen met, uh, met pogingen om um, ja, toch de. de Aanvallen op Israël voor te zetten. Je moet uh, Iwan één ding voortdurend in de gaten houden. Wat dreigt, is natuurlijk een grote inval van Israël in Iran. Mm -hmm. En uh, Hezbollah is gewoon een bijkantoor van Iran. Ja. Uh, dus dat speelt tegen de achtergrond ook. Dat wil iedereen liever zien te voorkomen ook Hoogstein. Ja. Dus dat speelt ook weer een rol. Maar ik kan niet beoordelen in hoeverre dat voldoende indruk maakt op de partij. Nee, nou, daar wilde ik je toevallig nog uh, één vraag over stellen, over inderdaad Iran. Uh, ik zag namelijk dat... Uh, even kijken, is dat Lloyd Austin? Ja, die heeft gezegd de minister van Defensie van de VS, dat dat taatsysteem, dat antiraketsysteem dat naar Israël is gestuurd, dat dat inmiddels uh, daar is en uh, uh, geïnstalleerd is. Dus komt dan die vergeldingsaanval op Iran ook dichterbij, denk jij? Nou, dat, dat taatsysteem is een defensiesysteem, mm -hmm. Dat zijn afweerraketten tegen instormende Iraanse raketten. Um, die, die bestaan al. Israël heeft zelf ook een systeem dat heet de Arrow 3. Uh, dat is nog een veel krachtiger systeem. Um, het feit dat de Amerikanen zo snel hebben besloten om die extra afweer te leveren, dat is wel een teken dat, dat ze zeggen: um, we willen. Uh, um, als er een aanval komt op Iran, in elk geval laten zien dat we de defensie van Israël goed onder controle houden. En daarvan kun je zeggen: ja, er zijn inmiddels ook twee vliegtuigschepen vlak voor de kust daar, vol met de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen die ook kunnen worden ingezet. In dat geval. Amerika zou op het moment dat zoiets gebeurt, dat ook beschouwen als een rechtstreekse bedreiging voor de Verenigde Staten. Mm. Uh, Iran is, een van de, is de grote vijand in die regio. Dus uh, ja, dit, dit, de, de psychologie van dit hele verhaal is vooral dat Amerika zegt, uh, in Gaza hebben we allerlei conflicten met jullie over wat recht en onrecht is. Maar in de kwestie Hezbollah en Iran staan we doodgewoon achter jullie, ook materieel. Dankjewel, PNR's buitenland commentator Bernard Hammelburg.